Het Lilianenfonds helpt kinderen in ontwikkelingslanden. Ze helpen kinderen met een handicap. Maria bijvoorbeeld. Ze woont in Kenia. Maria, haar botten groeien krom en daardoor kan ze niet goed lopen. Vroeger kon Maria helemaal niet lopen. Ze kon niet naar school, niet buiten spelen, niet meedoen. We zijn gaan denken over hoe we kunnen helpen. Want Maria moet blijven meedoen. My name is Maria Davi and I am 10 years old. Trust and obey, there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Maria woont in een centrum voor kinderen met een handicap. Haar school ligt er vlakbij. De school is heel anders dan bij ons. Het is namelijk een meisjesschool en een internaat. Dat betekent dat de meisjes er ook slapen. Ze gaan 's avonds dus niet naar huis. Als de bel gaat, gaan alle 700 meisjes naar binnen. Maria vindt het leuk op school. Ze vindt de juffrouw lief en ze vindt het ook fijn om samen met haar vriendinnen te leren. In Kenia is het vaak mooi weer. Soms krijgen de meisjes dan ook buitenles. My favorite lesson is science. I love science because it usually teaches many people about soil, animals, plants. And how we can avoid getting AIDS. Maria vindt leren leuk, maar zingen, dansen en spelen vindt ze nog leuker. Om 12 uur gaan de meisjes eten. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Mais met bruine bonen. Waar is Maria? Maria eet niet mee op school. Iedere dag loopt ze terug naar het centrum. Vandaag gezellig met een vriendin die ook in het centrum woont. Moeders en vrouwen uit de buurt koken voor de kinderen. En ook in het centrum eten ze vandaag mais met bruine bonen. Er wonen 80 kinderen in het centrum. Allemaal kinderen met een handicap. Maar waarom woont Maria eigenlijk niet gewoon thuis? I'm living here in the center because when I was 4 years old, I could not walk. I was so very sick. So when people go, when I've been left me only, I cannot cook for myself. I cannot walk. So I just sit one place. Nu wordt er in het centrum goed voor Maria gezorgd. Jozef geeft therapie aan Maria. Samen met hem doet ze oefeningen om haar benen sterker te maken.
De botten van Maria zijn niet zo sterk en ze groeien ook nog eens krom. Werken aan de winkel dus. Haar spieren moeten zo sterk mogelijk worden. En dat gaat al best goed. Zeker als je het vergelijkt met hoe het vroeger ging met Maria. When I came to the center, my leg was so dirty. And it was so small. It was so painful. I've been taken to Nairobi Hospital. I had been operated. Joseph, she knew from me exercise. And then she gave me 2 crutches. I started to walk until she take 1 crutches. And then she told me to walk with this one. In het centrum is ook een werkplaats. Mozes bouwt daar rolstoelen, krukken, speciale schoenen, alles wat de kinderen maar nodig hebben. Over een tijdje krijgt Maria beugels om nog beter te kunnen lopen. Want zonder beugels kunnen de botten van Maria breken. Ook heeft ze speciale schoenen nodig die vast worden gemaakt aan de beugels. Wie doet er bij jullie thuis de was? In het centrum doen de kinderen dat gewoon zelf. En dat vindt Maria best gezellig. Zeker als ze het samen doet met haar beste vriendin. My best friend is Janet. On Saturdays, we usually wash clothes together. We play together. We eat together. And run together. When she goes somewhere, even me, I follow her. When me go somewhere, she follows me. Zelfs de kruk van Maria wordt gewassen. En dan buiten spelen. Ondertussen wordt er in de keuken eten gemaakt. Ugali, dat eten ze heel vaak in Kenia. De zon gaat onder, maar voor Maria is de dag nog niet voorbij. Want ook 's avonds krijgt Maria nog les op school. Maar dat vindt Maria helemaal niet erg. Ze is heel erg blij dat ze dankzij de hulp van het Liliane Fonds gewoon naar school toe kan. 70 times 7. Oké. Amen. Praise God. Amen. Mevrouw. I think I cannot go to school because I have started here nursery. I think even I can die. Yes. Maar dan is het toch echt bedtijd. Welterusten, Maria. Slaap lekker. Morgen wordt het een bijzondere dag. Maria heeft haar mooiste kleren aangetrokken. Want vandaag gaat ze op bezoek bij haar tante. I go home on December 1st. Because... our home is so far. Just my aunt live in Kajado. Haar oom komt haar ophalen. Op de brommer.
tante maakt er altijd een klein feestje van als Maria komt. She tried to tell me stories, buy for me clothes, shoes. Maria is ook altijd blij om haar nichtjes weer te zien. I like playing with them because they love me. They cry when I come to school. Maria heeft op school zo goed opgelet dat ze zelfs bijles kan geven aan haar nichtje. Als dat later geen juf wordt. Bij haar tante voelt het voor Maria als thuis. Samen spelen, lachen en kletsen. I'm happy now because I can walk, I can jump, I can play. Even I can walk far away. I hope that all the children who have disability, one day they will get people to help them because there are other parents that they draw their children with disability or they hide them. So when the people come to their families, they ask, you have children with disability? They say no. They don't give that child food. They don't buy for them clothes. They just hide them. I hope one day those children will get help. When I grow up, I want to be a teacher. So I pray God to help me so that I can help them. Onze actie was een succes. Met het geld is Maria heel goed geholpen. Volgend jaar gaan we weer geld inzamelen voor het Lilianenfonds. Want er zijn nog veel meer kinderen met een handicap die onze hulp nodig hebben. Nou, doei!